mag zo mee met een van onze boswachters, Ruud. En die maakt prachtige foto's. Ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest hoe die maakt. En ik mag vanmiddag mee met hem om door zijn ogen naar de natuur te kijken. Ik ben Ruud Maasgrond. Ik ben boswachter bij de PUWIN. Mijn hobby ken ik ook heel goed kwijt in mijn beroep. En dat is fotograferen van natuur. De liefde voor de natuur is ontstaan als klein jongetje eigenlijk al. Ik was vaak ziek. En als ik dan met mijn ouders naar Hilversum ging, naar de camping, krampte ik daar helemaal op. Gewoon ja, lekker buiten zijn, dat is gewoon heerlijk. Fotograferen is sowieso leuk, omdat je dan op een andere manier leert kijken naar de natuur. Naar kleine dingen, naar grote dingen, naar licht, compositie, dus hoe een landschap in elkaar zit. Het gebied maakt het zo mooi waar ik gefotografeerd heb. Het is omdat ik het gebied al 30 jaar ken. Waardoor je ook de plekken kent en ook de bijzonderheden. Want je kan de hele wereld overvliegen. Je kan allerlei bijzondere beesten allemaal achterna lopen en vliegen en doen. Maar het gaat toch ook om een stukje kennis van de beesten, maar ook van het landschap, van het licht. Dan kun je een foto maken, denk ik. Hoe kijkt een fotograaf? Dat is voor iedereen ook persoonlijk. En als je 10 fotografen op hetzelfde stukje zou zetten, dan krijg je 10 verschillende foto's en 10 verschillende redenen waarvoor ze dat op die manier hebben gefotografeerd. Ja, hoe de tentoonstelling ook heet, in het oog, in het hart. Het is iets wat je raakt op dat moment. In ieder geval, zo werkt het bij mij. Het is iets wat me raakt. Een kleur, een gebeuren, een dier, een landschap, een insect. Dat op een gegeven moment denk je, nou, dat is wel heel bijzonder. Of dat heb ik nog nooit gezien. En dat wil je dan verder vertellen eigenlijk. Want foto's zijn een verhaal die je wil vertellen. Ja, dat andere mensen mijn werk erg mooi vinden, daar ben ik trots op natuurlijk. Het geeft wel een boost om nog door te gaan en dat je op een goede weg zit.